Het is iets over 4 en we hebben ooit afgesproken om te proberen een webinar tussen 4 en 5 te organiseren. Dus ik stel voor dat we toch gaan beginnen. Allemaal hartelijk welkom namens de Community of Practice Beken en Rivieren. We hebben afgesproken omdat onze fysieke bijeenkomsten, die we anders een aantal keren per jaar hebben, niet doorgaan. Om te kijken of we via een serie webinars toch de verspreiding en de deling van kennis zouden kunnen vormgeven. En daar zijn we in december mee gestart. Vandaag hebben we als thema watersparen in kleine waterlopen. En Michelle Berg die zal dat straks inleiden. En ze wordt daarbij ondersteund door Wil Kruijvanger en Toon Kemps. En ik denk allemaal van waterschap de Dommel. Klopt dat? Ik zie heftig knikkende mensen, dus dat is allemaal goed. Even een huishoudelijke mededeling vooraf. Mochten jullie vragen hebben naar aanleiding van de presentatie van Michelle, zet die dan graag in de Q&A, dus niet in de chat. Dus probeer de chat wat dat betreft niet al te veel te benutten, maar probeer al jullie vragen in de Q&A te zetten. En als je dan ziet dat er een goede vraag langskomt, dan kun je hem ook nog waarderen. Want de meest gewaardeerde vragen, die zullen we straks als eerste gaan behandelen. Dus probeer daarvoor zoveel mogelijk de Q&A-tool te gebruiken. Michelle heeft daar dadelijk nog wel een aantal separate vragen voor de chat. En daarop mogen jullie reageren in de chat. Oké, dan mag Michelle, dan mag jij het thema van vandaag verder inleiden. Vorige keer werd trouwens al gevraagd, ik dacht door Klaas van der Laan, van die kleine waterlopen en zo. Dit was toch de COP Beken en Rivieren? Ja, klopt. En ook dat verband wordt waarschijnlijk door Michelle gelegd. Dus Michelle, ik graag aan jou het woord en we zien elkaar dadelijk terug naar de presentatie. Mooi. Ik zal mezelf eerst even nog voorstellen, want niet iedereen zal mij kennen. Michelle Berg, hydroloog bij Waterschap de Dommel. En al jaren bezig met beken, maar steeds meer ook met droogte, omdat dat gewoon een steeds belangrijk onderwerp wordt. En ik heb twee beheerders uitgenodigd om mij te ondersteunen. Want ik kan op kantoor van alles verzinnen, maar wat er in het veld buiten gebeurt, is natuurlijk wat uiteindelijk helpt. En niet wat wij op kantoor doen. Dus misschien kan Toon, kan je jezelf ook even voorstellen? En wat je doet bij de Dommel? Mag je jezelf wel even aanzetten, geluid? Je kan hem denk ik wel Goedemiddag. aanlaten. Goedemiddag allemaal. Ja, ik ben Toon Kemps, regiobeheerder bij Waterschap de Dommel. Ik ben samen met Wil onder andere verantwoordelijk voor een gebied. Dat is eigenlijk Kempenland West, Grote Beers en de Reuzel. Ik hou me eigenlijk vooral bezig met het dagelijks beheer en de projecten in het gebied. Het onderhoud van de watergangen en kijk ook al naar de watertransitie, zeg maar. Van hoe kunnen we vast ons voorbereiden op hetgeen waar komen gaat. Dus een aanpak van het watersysteem. En Wil, ook je microfoon. Ik ben Wil Kraaivanger, gebiedsbeheerder op stroomgebied de Reuzel. Er valt voor een gedeelte onder Toon en een gedeelte onder Lena, andere regiobeheerster. Ik ben vooral in het veld bezig. Ik ben aanspreekpunt voor alle aangelanden. En ik ben nu ook heel erg met de droogte bezig, peilbeheer. Kijken waar we water vast kunnen houden. Dus vooral dit thema. Ja, dus vandaar ook de uitnodiging aan Toon en Willem, omdat ze echt buiten ermee bezig zijn. Michelle, voordat jij van start gaat, had ik bijna iets vergeten. We willen ook altijd graag weten wat voor vlees dat we in de kuip hebben. Dat is misschien voor jou ook heel goed om te Ja. weten. En als het goed heeft Michelle Bindels daar een polletje voor gemaakt. Ja, daar komt hij al.
Bij welke organisatie werkt u? En we hebben op basis van eerdere reacties is de lijst zelfs uitgebreid. Dus nu staan ook de onderwijsinstellingen die staan erin. Dus u kunt helemaal losgaan, zeg maar, in deze poll. En als u aangeeft via welke organisatie u bent, dan kunnen we straks zien wat voor publiek dat we hebben vanmiddag. En Michelle, die houdt even bij hoe er aangevinkt wordt. En bij mij inderdaad, ik zie dat bij een aantal mensen de submit-knop het niet doet. Michelle, kun je dat... allebei de vragen ingevuld hebben. Daarna kun je het submitten. Er zit nog een vraag onderaan. Onderaan zit ook nog de functie. En als je allebei de vragen hebt ingevuld, dan gaat submit op blauw. Oké, dat wordt inmiddels ook. En dan kun je submitten. En ik zie dat inmiddels al gelukt is bij een aantal mensen. Veel waterschappers vanmiddag. Een aantal mensen van de provincie en van adviesbureaus. Veel beleidsmedewerkers en adviseurs. Een aantal beheerders. En met name die adviseurs, die hebben denk ik ook een hele belangrijke bijdrage binnen de organisaties om een link te leggen tussen het beleid aan de ene kant en de uitvoering aan de andere kant. Dus Michelle, met dit gezelschap mag jij van start. Ja, nou, ik ben blij dat er veel beheerders aangehaakt zijn, want zoals Wil terecht ook al zei... Eigenlijk zijn zij degene die het werk doen, dus dat is mooi. Waarom gaan we het hier eigenlijk over hebben? Nou ja, dat is in deze foto's ook wel zichtbaar. We hebben toch wel echt te maken met een droge periode en dat zien we op verschillende manieren terug. Er moet veel beregend worden, we hebben droogstaande vennen. De aardappels zien er hier ook niet zo heel erg florissant meer uit. En veel droogstaande watergangen. En ik heb wel alvast een eerste test of jullie allemaal de poll inderdaad ook een beetje goed in kunnen vullen. Want ik heb over deze foto's ook een vraagje. En de vraag is eigenlijk van welke van deze foto's heb ik vorige week gemaakt? Ik ben benieuwd wie dat eruit kan halen. Voor de dommelaars, die hebben we misschien al gezien. Op de een of andere manier. Maar, hoog scoren. 80%. En het is inderdaad de foto... Ja. Deze foto, daar was ik, dus helemaal bovenstroomd in ons gebied, in het zuiden van het gebied. En we hebben best wel wat regen gehad voordat ik die foto maakte. Ongeveer 55 mm in een week tijd. En nog stond die watergang dus helemaal droog. En ik heb toen ook even met de beheerder gesproken. En die zei ook van ja, de laatste jaren staat hij heel vaak droog. Terwijl in het verleden heeft er echt wel water in gestaan. Dus ze zijn echt wel lang... Ja, langere tijd die we nu droog hebben, heeft wel veroorzaakt dat op veel plekken de watergangen gewoon ook lang droog blijven. En het andere fotootje wat hier nog bij staat, is de Reuzel. Daar hebben we de afgelopen jaren hebben we daar ook water in moeten pompen om te zorgen dat die in de zomer in ieder geval nog wat water hield. Om te zorgen dat de macrofauna in ieder geval ook nog in leven bleef. En we niet te maken kregen met heel veel sterfte. En ook grote, of de beekprik zit er ook in, die zit er in de modder. Belangrijk om te beschermen. En ik was eigenlijk wel benieuwd, Wil, wat jij eigenlijk gemerkt hebt van het voorjaar. Eigenlijk in het voorjaar toen het zo droog werd aan buiten. Of je dat al echt terugzag.
Even mijn microfoon zoeken. ja, dat was heel goed te merken. Toch zeker omdat we zo'n natte februari gehad hebben. Ja, toen stroomde er al misschien wel 80% van het gevallen water naar de Maas. En toen vrij snel daarna, in mei, juni, toen viel alles droog. Toen begon er echt sloten droog te vallen die ik nog nooit droog gezien had. En ja, dat dus. Ja. En dat hebben we al een beetje een fout van ons watersysteem is ook, dat er zoveel afstroomt, dat we na zo'n natte februari meteen weer droogte hebben. Ja, want in februari toen kreeg je denk ik heel veel verzoek om stuwen naar beneden te zetten, omdat ze allemaal het land op wilden. En dat ging eigenlijk niet, vanwege alle neerslag. Ja. En daarna inderdaad constateerden we eigenlijk met z'n allen van dat het wel heel erg droog werd. En dat is ook zichtbaar in deze plaat. Deze is dan van 2 juni. Dus dan zie je dat nog heel veel pijlbuizen, al die rode groene bolletjes, dat zijn allemaal pijlbuizen bij ons in het gebied. En we vergelijken dan de grondwaterstand op dat moment met grondwaterstanden in het verleden. Ik heb hier niet meer het plaatje bij gedaan van februari zeg maar. Maar februari, eind februari waren ze allemaal blauw, oftewel hoger dan normaal. Of minimaal groen, en dat is ongeveer normaal. Ja, in juni zaten we dus in de situatie dat heel veel pijlbuizen alweer onder normale grondwaterstanden zaten. Dus dat is een indicatie voor de droogte. En eigenlijk heeft dat bij ons in het gebied eigenlijk wel geduurd tot in november. Af en toe trokken ze een heel klein beetje bij, met name de ondiepere pijlbuizen die snel reageren. Ja, dan hadden we wat neerslag en dan trokken ze een beetje bij. Maar uiteindelijk was het in november een groot deel van het gebied nog steeds droog. En het vorige plaatje, maar ook deze dia. Dit is een dia die, deze plaatjes hebben in de Volkskrant gestaan. En die geven de situatie weer van hoe droog het was. Grondwater, combinatie eigenlijk van grondwaterstand en bodemvocht en een modellering. En dan zie je de verschillende jaren op een rij. Dan zie je in 2018, was al een droog jaar. 2019 werd het nog iets droger. In 2020 was het extreem droog in mei ook. En dit is ook weer vergeleken met de gegevens die eigenlijk van langjarige gemiddelden. Dus het is niet vergeleken met maar één jaar, maar echt over langere tijd tussen 1970 en 2015. En je ziet dus heel goed dat het gewoon steeds droger geworden is. En dat is ook, sluit het aan wat Wil ook zei, van dit voorjaar zag ik eigenlijk, mei, juni zag ik eigenlijk sloten droog staan die we nog nooit droog hebben zien staan. Dus, en dat komt eigenlijk wel doordat die droogte ook zich opbouwde. Dus dat is wel, dat was ook deze plaatjes in de Volkskrant. Dat gaf ook in de streek en bij het bestuur steeds meer de urgentie van ja, het is ook echt droog. Deze is dan, geeft ook nog wat over het, gewoon het tekort aan neerslag van de afgelopen jaren. In 2016 hadden we nog een overschot in juni. Toen viel er in één maand zo'n 200 tot 300 millimeter op sommige plekken in ons gebied. En daarna hebben we eigenlijk gezien dat we steeds een neerslagtekort hadden. En dit is dan een vergelijking, de meesten zullen hem denk ik ook wel kennen, veel mensen, van het neerslagtekort aan het einde van het seizoen. Want dus in september, eind september, we zitten helemaal in donkerrood nog. En eigenlijk is dus geel, en dat is tussen de 90 en 120 millimeter is normaal. Ja, we zitten dus met een tekort, zijn we de winter ingegaan van 270 tot 300 millimeter. Nou, dat heb je niet zomaar aangevuld. We zijn toch pogingen gaan doen. En dan heb ik weer een vraag voor de poll. Als we die droogte zien, wat is dan waar zou je dan maatregelen kunnen gaan nemen om eigenlijk die droogte zeg maar te gaan verminderen? Dus wat Will al eerder zei, we hebben alles afgevoerd in februari. Hoe kunnen we dat nou het beste misschien voorkomen? Of eigenlijk, waarom zouden we dat moeten doen? Sorry. Waarom zouden we dat nou moeten voorkomen? Wat vind je daar de belangrijkste reden voor? Ik ben benieuwd.
Oké, ja. Hij is natuurlijk, ik vind het heel mooi dat aanvulling grondwater bovenaan staat. Hij is natuurlijk ook niet helemaal eerlijk zoals ik hem ingevoerd heb. Want aanvulling grondwater draagt als goed is bij aan de andere onderwerpen die erin staan. En ik wil straks even vooral ingaan op de verhoging van de basisafvoer van de beken. Omdat we, nou ja, wat Ernest ook al aan het begin zei, zitten wel bij de COP beken en rivieren. Dus daar gaan we wat meer op in. Maar wel mooi dat grondwater er in principe als mijn hoogste uitkomt bij iedereen. En wil je door? Ja. Nou ja, de link met de beken, ook dit is voor sommigen misschien wel een bekend plaatje. Deze figuur geeft eigenlijk aan van... Hoe je een klimaatrobuust watersysteem er in de toekomst uit kan gaan zien. En eigenlijk staan hier het hele beekdal staat hierin. Met de verschillende functies die het heeft. En het toont ook dat alles met elkaar samenhangt. Dus de landbouw die heeft een bijdrage in wat er gebeurt met het water. Want hier zie je het water wat de grond ingaat. Wat uiteindelijk weer in de beek terechtkomt. Natuurlijke beken hebben daarin een functie waarin over het algemeen nu al meer water vastgehouden wordt. Want daar kies je al vaak voor hogere grondwaterstanden. Voor zoveel mogelijk dempen van greppels en dergelijke. Maar ook stedelijk gebied heeft natuurlijk een bijdrage. Als je daar meer zorgt dat er meer water het grondwater in komt, is dat ook positief. Maar vandaag concentreren we ons dus wel op de, wat kunnen we doen in het landbouwgebied. Ook wel een stukje maatregelen die in natuurgebieden nog wel getroffen zijn. Maar een groot deel van het gebied is nog landbouw. En daar hebben we van het voorjaar veel kunnen doen. En via andere sporen lopen ook zeker wel de maatregelen om grondwater aan te vullen via stedelijk gebied. En in de natuur natuurlijk. Hoe werkt dat nu eigenlijk bij beken? Nou ja, we hebben een natuurlijke situatie en hieronder staat de huidige situatie. We hebben natuurlijk het beekdal, daar heb je het laagste, ja, de beek ligt meestal, als hij natuurlijk is, op het laagste punt. En je hebt de flanken en de vaak, in Brabant ook wel vaak de echt hogere delen die deels ook nog wel echt heidegebied zijn. Ook niet overal, soms zijn die ook ontgonnen, dus dat is een mix van landbouw en natuur. Wat is er gebeurd? In de huidige situatie om die landbouw mogelijk te maken, hebben we eigenlijk heel veel slootjes gegraven. Van al deze slootjes. En wat je ziet in de natuurlijke situatie, dan verdwijnt dat is de grondwaterstand, die is mooi hoog, hè, want er vindt geen ontwatering plaats. Als er een neerslag valt, dan gaat dat naar dieper grondwater, of via de lokalere stromen gaat dat eigenlijk richting de beek. Maar dat is een heel langzaam proces. Dat gaat heel geleidelijk en daardoor vindt er ook een hele constante aanvoer naar de beek plaats. En als je nu kijkt naar de huidige situatie, dan zie je dat we dus veel watergangen gegraven hebben op die flanken. Nu hebben we eigenlijk voor gezorgd dat die grondwaterstand naar beneden ging, wat natuurlijk de bedoeling was, want dat is nodig voor de landbouw. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat er steeds meer het water eigenlijk heel snel afgevoerd wordt. Omdat die watergangen die voeren natuurlijk water heel veel sneller af dan dat via grondwater gaat. En het komt dus wel in die beek terecht natuurlijk uiteindelijk via die watergangen, maar heel snel. Dus we zien dat we veel grotere verschillen hebben tussen de lage afvoeren in de beek en de hoge afvoeren. En de grondwaterstanden zijn dus soms ook zo laag geworden dat ze eigenlijk gewoon ook in het beekdal onder de beekbodem komen. Ja, en dan valt de beek uiteindelijk droog als er geen aanvoer van bovenstroom zijn. Dus onze beste watervoerende beken, ja, daar zit meestal ook een rioolwaterzuivering op. Omdat mensen ook in de zomer nog steeds water blijven gebruiken. Dus dan heb je toch nog een constante afvoer. Maar de bovenlopen in het gebied, ja, die vallen steeds eerder eigenlijk droog. Omdat water zo snel mogelijk afgevoerd wordt. Dus daarom zien wij heel erg het belang om maatregelen te nemen in dat landbouwgebied. En in het natuurgebied natuurlijk. Maar op de echt hoge delen zit vaak weinig ontwatering, dus daar kun je dan ook weinig nog aan doen. Maar juist op die flanken, daar zit vaak veel ontwatering. En dat wil je dus eigenlijk zoveel mogelijk toch die aanvulling naar het grondwater krijgen en die langzame stroom weer op gang krijgen richting de beek. Nou, dit was inleidingje voor de volgende vraag.
Waar zou je nou het beste maatregelen kunnen treffen? En dan hebben we het over de haarvaten. Dat zijn dus de kleinere watergangen in landbouwgebied die de boeren zelf onderhouden. Maar dan hebben we ook nog heel veel watergangen die in het beheer zijn bij het waterschap. Maar die ook op die flanken liggen, vaak, of de beken. En dan heb ik even specifiek eruit gehaald van ja, die beken. Die liggen dus eigenlijk op het laagste deel van het systeem. Ik ben wel benieuwd wat jullie vinden van wat nou de waar je nou het meest zinvol zou zijn om maatregelen te treffen. Kijk, mooie score. Wel erg behoorlijk eensgezind. Over de haarvaten van het systeem, dat die het belangrijkste zijn. En dan als tweede, inderdaad, watergang en beheer bij het waterschap. En dan toch nog wat mensen die zeggen van nou, in de beek zelf. Zelf denk ik dat we vooral die haarvaten, maar ook wel een deel van de watergangen van het waterschap zelf, omdat die vaak toch ook op die flanken liggen. Dus daar kunnen we ook best nog heel veel halen. Maar ik zal ook even het volgende plaatje laten zien alvast. Op deze kaart zie je de donkerblauwe watergangen zijn en de KRW-beken. En eigenlijk de watergangen van het waterschap, zeg maar. Dus waar wij maatregelen zouden kunnen treffen. En al die hele lichte watergangetjes, dat zijn de watergangen die dus bij boeren in het gebied zijn. Dus ja, als je daar maatregelen treft, dan bereik je veel meer. Want het zijn ook veel meer slootjes. Nu is het wel zo dat we soms natuurlijk door maatregelen in onze watergang die sloten nog wel kunnen beïnvloeden ook. Als ze niet veel hoger liggen dan onze watergang. Dus we kunnen wel iets ook nog beïnvloeden. En wat deze kaart ook weergeeft, is een uitkomst van een modelberekening die wij gedaan hebben. Met een grondwatermodel. En daar zitten de watergangen van het waterschap, die zitten daar helemaal specifiek in. Dus we hebben uitgerekend hoeveel water er naar die watergangen gaat. En dus via de grondwaterstroming. Dus echt wat er via kwel in de watergangen naar boven komt. En dat hebben we gedaan voor de huidige situatie. Het plaatje heb ik hier niet ingestopt. Maar hier heb ik een verschilberekening ingestopt. Van wat nu als we alle B- en C-watergangen dicht zouden stoppen. Dus er zouden helemaal geen B- en C-watergangen meer liggen. En dan zie je dus dat alles wat hier blauw is, dat geeft dus een extra kwel. Dus er zijn veel beken die Wil misschien wel leuk, hier ligt de reuzel. Ja, als we nou echt al die detailontwatering in dit gebied zouden dempen, dan zouden we dus echt behoorlijk wat meer kwel naar de reuzel krijgen. En daarmee dus ook wel de verwachting dat hij dus veel langer watervoerend zal blijven. Het heeft natuurlijk een aantal neveneffecten ook, want op sommige plekken wordt het misschien wat te nat voor de landbouw. En we hebben natuurlijk een hele grove som gedaan, want we hebben het over het hele gebied gedaan. Nou ja, in werkelijkheid is dat waarschijnlijk niet haalbaar, want we hebben natuurlijk meerdere functies te dienen. Maar het geeft wel een mooi beeld van dat doordat we dus zoveel ontwaterd hebben, dat je dus ook ziet dat je daarmee dus die kwelstroom wel duidelijk verminderd hebt. En als je al die ontwatering er weer uit zou gooien, en er gewoon onze leggerwatergangen er nog wel in zou laten zitten, dan betekent dat je behoorlijk wat meer water richting de watergang kunt krijgen. We hebben het net al even over gehad dat we een beetje geschrokken waren van het voorjaar. Dat het zo snel na die hele natte februari alweer droog werd. En daarom is er samen met het bestuur eigenlijk besloten van we moeten heel snel in actie komen. En kregen ze bij beheer een opdracht. Tref zoveel mogelijk maatregelen. En dat hebben we eigenlijk gedaan in de vorm van motorkap overleggen. En misschien kan Toon dat nog wel even een beetje toelichten hoe dat gegaan is en wat zijn ervaringen zijn geweest. Ja, dat kan ik doen. Het was, je voelde het al een beetje aankomend voorjaar. Maar Will ook zei, na natte februari was het...
de maanden daarna heel erg droog en het werd droger dan ooit. Nou, toen kwam er dus van het hogere hand van het bestuur de oproep van ga in ieder geval in overleg met de stakeholders, met de partijen in het gebied, om te kijken wat voor maatregelen genomen kunnen worden, zeg maar, vooral in de haarvaten om water vast te houden. En dat onder het mom van elke druppel telt. Dus eigenlijk de doelstelling was het mobiliseren van de stakeholders. En het waterschap zou dan adviseren en eventueel ook faciliteren daarin. Vol goede moed trokken we ten strijde, om het zo maar te zeggen. Maar al snel werd dat jammer genoeg wat minder, die moed. Het resultaat was ook wat teleurstellend. Ook ergens wel positief, maar ook teleurstellend, omdat we al vrij snel merkten dat de stakeholders, ik noem terreinbeheerders, contactpersonen van ZLTO, gemeentes, iedereen begreep het probleem, iedereen was van goede wil, maar je merkte dat ze dat aan kennis ontbrak van en praktische praktische zaken van hoe ga ik dan te werk? Is er geld? Want dat was ook vaak een probleem. Ook capaciteit werd als probleem gezien. Dus eigenlijk kwam er niet zo heel veel op. Een uitzondering na natuurlijk. Er waren links en rechts wel wat goede acties gedaan. Maar verder kwam er niet zo heel veel uit die stakeholders zelf. En werd er toch veel naar het waterschap gekeken. Van het waterschap is de waterspecialist. Die kent de plekken waar water komt. Het is natuurlijk ook zo, heel veel watergangen stonden op dat moment droog, dus dan is het al zo van, maar dat heeft toch geen zin om er iets te doen, maar ja, dan moet je wel ook nadenken van als het een keer regent, dan kan er water komen. Dat kun je laten infiltreren. Maar er werd dus heel veel naar het waterschap gekeken, dat blijkt ook uit de cijfers, want alles is naar de rand geëvolueerd. Er zijn uiteindelijk 365 acties gedaan. Straks ook nog even een kaartje voorzien. Oké, ik kom je straks terug. Maar in ieder geval dat dan echt maar een beperkt deel, ongeveer 12%, is door de stakeholders zelf gedaan. En de rest uiteindelijk door het waterschap is het zelf uitgevoerd. Dat verschilt ook per gebied. In mijn gebied en ook daarvan wil hebben we gekozen om heel veel zelf te doen. Ook omdat we dus merkten, we hadden nog steeds die opgave. Elke druppel telt en we willen dus de ingelanden mobiliseren. Maar daar viel dus tegen. Om dan een beetje onerbiedig misschien te zeggen, te trekken aan een dode paard heeft ook geen zin. Dus dan dachten we, wat kunnen we nou zelf doen? En dan hebben we dus in onze A-watergangen, hebben we dus heel erg veel schotten geplaatst. Dat stond op de eerste sheet van deze presentatie. Van die hier zie je hem linksboven. Van die heel simpel. Een beetje nu door de dingen heen. Oké, door de dingen heen. daar hebben we dus zelf gedaan. Waar kan ik er nog meer over vertellen? Misschien is het voor nu wel even genoeg. Oké, prima. Ja. Ik ga nog heel even terug. Uiteindelijk is dat besluit genomen. En binnen een week stonden de eerste maatregelen er eigenlijk al wel. Dus dat was op zich wel heel snel. En tot 27 juli zijn er eigenlijk overal maatregelen genomen. En dan heb je het over heel verschillende maatregelen, hebben we het gehad. En schotten, stuwen die omhoog stonden, kano's die dus ineens niet meer door konden varen, ballonnen, alles wat je maar kunt bedenken. Maar ook gewoon stuwen die normaal wat lager staan, een stuk hoger zetten. En ik wil nog wel even vragen, want Tony zei net al wel van, we hebben uiteindelijk veel maatregelen inderdaad in die A-watergangen genomen. Maar hoe heb jij nou beslist van waar je bijvoorbeeld zo'n schot ging plaatsen? Hoe heb je dat nou praktisch in het veld bedacht? De microfoon, Wil. We hebben toch meest gedaan met gebiedskaarten en dan constant de AHN erlangs voor de hoogtes te zien. En dan op ervaring en gebiedskennis heb ik die toch zo... Ik denk twee dagen tijd al wel 100 puntjes gezet waar er één kon staan. Ja. En heb je nou veel reacties gehad dan van boeren die dan buiten zeiden van hey, goed? Of toch meer reacties van hey, ik weet niet, waar zijn jullie mee bezig? Nee, de meeste waren toch wel goed. Er waren er enkele, bijvoorbeeld de coniferen kweken, die moest coniferen rooien. Dus dan moest je alweer vrij snel eruit. En sommige boeren die
die vinden dat ze zijn drainage per se willen zien lopen. Dus maar als je daar dan mee in gesprek gaat, kun je ze meestal wel overtuigen dat dat niet direct nodig is in de winter. Ja. Maar verder is toch wel positieve reacties. Ja. Ja, dat is mooi. Dus eigenlijk het eigen initiatief, dat werkte dus inderdaad wel beter dan echt verwachten dat de omgeving zelf met maatregelen komt. Ja, want vorig jaar hadden we al een beetje ervaring met die eikenplankjes, maar dat was niet echt succes. Dat was ook niet duidelijk genoeg. Ja. Ja. Nou ben ik wel even benieuwd van ja, we hebben best veel beheerders aan tafel zitten. Ja, hebben jullie nog wat maatregelen laten zien, maar hebben jullie zelf nog veel maatregelen genomen of treffen jullie maatregelen? En dan mogen jullie even in de chat zetten. Kom maar op met je antwoorden. En misschien kunnen we tegelijkertijd de poll er ook alvast ingooien. Dat is de volgende. Net constateerden we al van ja, als wij het zelf doen, dan doen we het in onze eigen watergangen en dat is makkelijk. Dus ik ben wel benieuwd of het jullie ook al gelukt is om ergens anders maatregelen te treffen. En als je natuurlijk helemaal geen maatregelen getroffen hebt, omdat je droogte niet zo'n probleem vindt, dan moet je dat maar in de chat zetten. Want daar ben ik wel benieuwd naar, maar ik kan het me haast niet voorstellen. Behalve dan misschien bij de waterschappen meer, die meer wateraanvoer hebben. Maar ik weet van onze buren bij AMA's, die hebben net zo hard gewerkt met maatregelen. Ik krijg al van John een reactie van retentiegebieden volzetten. Let even op dat je het door naar iedereen stuurt, hè, als je een opdracht iets erin zet. Dus naar all panelists en attendees. Kan iedereen het zien. Vooral in de eigen watergangen. Water sparen. Ja. Van Maarten. 80 grondeigenaren een vergoeding gekregen. Lijkplaats stuwen. Zomermaaien. Oké. Dus Wil, dat is iets wat wij ook wel doen, hè? Dat we op sommige plekken maaiberen uitgesteld hebben. Ja, dat hebben we op sommige plekken wel gedaan, maar niet echt heel veel. En vooral omdat je toch met stuwen beter kunt regelen als met maaien. En ook met de ervaring van 2016, met die wateroverlast en al die schades, hebben wij het ook besloten om niet echt veel maaiwerk niet uit te voeren. En op veel plekken dan toch te kiezen van, ik zet er een aantal schotten in, want die houden dan op het moment dat het komt het water ook tegen. Ja, ja. Ja, zeker zo goed als begroeiing. Kijk. Ja, de poll is inmiddels ook binnen. Veel toch inderdaad wel bij het waterschap. Maar toch ook wel 20% die zegt van nou, ik heb toch ook wel veel bij agrariërs kunnen doen. Dus dat is mooi. Een paar overige en terreinbeheerders doen ook nog een beetje mee. Bijzonder is dat er helemaal niets in bij gemeente wordt gedaan. En dus het is ook wel een beetje mijn beeld dat bij ons ook wel heel lastig is. Ik weet niet of er helemaal niks gebeurd is, maar in ieder geval is dat maar een heel klein percentage geweest. Om precies te zijn, twee maatregelen bij gemeenten die getroffen zijn. En dat zijn misschien niet eens fysieke maatregelen geweest, want afgelopen zomer is er op een gegeven moment ook een gemeente geweest die zegt van ik haal mijn beregeningswater wat ik nodig heb, haal ik uit mijn regenwaterriolen die niet helemaal leeg kunnen lopen. Waar ik een stuk bergingen in heb zitten. Dus en die staat hier volgens mij ook tussen die maatregel. Dus verder ziet op de kaart het gebied van Wil, dat zit dus hier. En in de Reuzel. Dus goed gelukt om daar veel maatregelen te nemen. En in de gemeente zie je dus eigenlijk bijna geen watermaatregelen. En ook in de droge heidegebieden, daar,
daar zie je ook weinig maatregelen. En hier zitten we meer in het vlakke gebied, waar wel wat meer water ook altijd al blijft. En ook al wat meer stuwen zitten. Dus ja, dan zie je ook op zo'n kaart niet meer dat er nog heel veel maatregelen genomen zijn. Maar er is waarschijnlijk nog wel meer te halen. En wat we hier dus ook zichtbaar is in het figuurtje, is dat de meeste maatregelen toch wel de schotten zijn geweest. Snel te plaatsen, relatief veilig, omdat ze niet helemaal tot de bovenkant van de watergang lopen. Dus er kan altijd water overheen stromen. En als het echt nood aan de man komt, redelijk snel weer eruit te halen. Dus dat waren ze. En dan heb ik weer een open vraag van de chat. Welk risico zie je nu eigenlijk bij het treffen van maatregelen? Want we willen allemaal de waterstand omhoog krijgen in de watergang, maar het levert ook risico's op. Dus dat mogen jullie weer in de chat gooien. Ik zal alvast doorgaan wel met het verhaal, zodat we straks ook nog tijd voor de vragen hebben. Wat bestuur dan natuurlijk doet van we hebben heel veel maatregelen getroffen, maar wat doet dat nu eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk niet helemaal te kwantificeren, want dat is dus met name in eerste instantie een lokaal effect en je meet niet overal de grondwaterstand. En de grondwaterstand is ook niet alleen afhankelijk van zo'n maatregel, maar ook natuurlijk van hoeveel regen er valt en alle andere processen. En dat is sowieso een langdurig proces. Dus we hebben ook gezegd, exact bepalen kunnen we dat niet. Maar het uitgangspunt was elke druppel telt. En zeker op dit moment, nu het wat meer geregend heeft, zie je gewoon dat op heel veel plekken de waterstand echt duidelijk hoger is. Ik weet niet of het bewust was dat er hier een gemaalhokje onder water staat. Maar het water heeft in ieder geval hoog genoeg staan. En ook hier, je ziet toch net plekken waar je, en ook bij de schotten, bijna alle schotten die hebben inmiddels water gezien en dus ook echt gezorgd dat het hoger is blijft staan. Dus ik ben al even benieuwd bij Wil, heb jij nu gemerkt bij jou of misschien van een van de andere beheerders gehoord heb je nu afgelopen, na die 60 meter, millimeter 9 zeg maar, heb je nou problemen gehoord al? Of wordt het wel geaccepteerd? Het wordt wel geaccepteerd. We hebben qua aangelanden nog weinig problemen. Maar we hebben nu wel problemen dat er steeds meer schotten onderloops worden. Of dat er een groot gat langspoelt met de hoogwater. Dus we hebben er inmiddels wel ongeveer wel een 20 uit moeten halen. Die gewoon de hele waterkant kapot spoelt. Dus dat is eigenlijk iets waar we van tevoren natuurlijk niet helemaal... Je weet niet hoe dat precies gaat lopen, je verwacht het al een beetje, maar... Ja, maar ik vind het ook niet echt erg. Ik vind ze hebben echt goed zijn werk gedaan een paar maanden. En het is niet echt duurzaam. Dus als het dan een goede locatie is, kunnen we ook een stuw terugplaatsen. Hè? Ja, precies. Dat is ook het vervolg. We hebben nu... Michelle, we hebben nog 20 minuten. Ben jij al... Ja. Bijna door jou. Nog twee dia's. Mijn volgende is namelijk de conclusies. Take it away. Vervolg. Een groot deel van de maatregelen is dus nog aanwezig. Er zijn al iets meer maatregelen uitgehaald dan hier op dit kaartje. De rode zijn eruit gehaald. Maar als ik wil hoor zeggen, de afgelopen week heb ik ongeveer 20 nog uit moeten halen. Dan denk ik dat er nog iets meer rode puntjes zijn. Maar de grote vraag is inderdaad welke gaan we structureel maken? En we zijn nu eigenlijk door deze maatregelen een beetje aan het oefenen. Je ziet waar de schotten staan. Welke je dan zou willen vervangen, mogelijk door een stuw. Wat natuurlijk een stuk duurzamer is. En als het uiteindelijk een keer een paar jaar nat is, kun je er ook nog wat mee sturen. Dus dat zijn eigenlijk wel de grote vragen. En daarnaast nog een grote punt. Hoe gaan we nu de rest meekrijgen? En gaan we in BNC-watergang ook nog het een en ander doen? En dan wil ik Toon nog één vraagje stellen. Wat zou jij nog iets willen bereiken inderdaad? We hebben al een hoop bereikt, maar zou je nog meer willen bereiken? Uiteindelijk wil je gewoon naar een watersysteem toe, wat past bij het klimaat waar we hebben en wat de komende jaren op ons afkomt.
Ja, dat is natuurlijk heel algemeen en abstract. In ieder geval eerst voor de korte termijn goed nadenken over de maatregelen die genomen zijn, hoe we die gaan verduurzamen. Je kunt de stuw plaatsen zoals Wil zegt, maar misschien kunnen we watergangen wel gaan verondiepen bijvoorbeeld. Ja, voor de iets langere termijn toch toe naar pijlenplannen of iets van een GGOR, daar gewoon gebieden aangemerkt worden als van hier moet het pijl, dat moet gewoon voor de watervoorraad en dat plaatje waar je straks liet zien, Michelle, over die geleidelijke grondwatertoestroom naar de beek om dat een beetje terug te krijgen, moeten we hier de waterstanden hoger houden. Dus om dat inzichtelijk te maken naar de ingelanden, dat die er ook kunnen, ja, rekening mee kunnen houden en hun teelt op af kunnen stemmen bijvoorbeeld. En dan ja, uiteindelijk dus voor de langere termijn gewoon een herinrichting van het watersysteem. Want dat dit niet houdbaar is voor de toekomst, ja, dat is eigenlijk wel duidelijk. En ook door de extreme die we nu gehad hebben in 4,5 jaar, ja, we hebben gewoon meer ruimte nodig. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ja, nou ja, dan heel snel ondertussen meestal wel kunnen lezen. Ja, de conclusies. Je moet, wat Toon al zegt, in het hele beek al je maatregelen treffen. Op die flanken, op die hoge koppen en ook wel in de beek zelf kun je natuurlijk dingen doen. Nou ja, soms is het simpele maatregelen zijn voor een korte termijn best haalbaar. Langere termijn, nou ja, zoals Will al aangeeft, ga je soms tegen problemen aanlopen. Ja, en het is nog een beetje onzeker van hoe ver we kunnen gaan zonder negatieve effecten. Maar daar is wel het een en ander aan gerekend. Dus we kunnen wel heel veel doen zonder direct veel negatieve gevolgen. En verder, wat Toon ook al aangaf, ja, heb je daar de ruimte voor nodig? En ja, het is allemaal pas lange termijn zichtbaar. Dus mensen moeten ook geduld hebben en niet verwachten dat ze volgend jaar al het effect zien. En dat is in communicatie ook wel belangrijk. Dus ja, dat was het. En misschien, Michelle, heel kort nog. Ik wil de toning even kwijt. Wat we nu noemen is gericht op het watersysteem. Aan de andere kant, we onttrekken ook gruwelijk veel. Dus daar zouden we ook iets aan moeten doen. Want ja, daar beïnvloedt natuurlijk ook de grondwaterstand negatief. Nu is het nog te makkelijk om water uit de grond te trekken. En daar weerhoudt mensen ervan om waterconserverende maatregelen te nemen. Is in ieder geval mijn gevoel en ervaring. Dat wil ik nog even melden. We hebben meteen al een thema voor een vervolg webinar. Ja, dankjewel, Michelle. Ik heb ook ergens langs zien komen. En Toon, voor jullie toelichting.